Het ministerie van Justitie en Politie zal per 1 mei andere leveranciers aanstellen voor arrestantenvoeding. Dit was een van de raadsvoorstellen die minister Kenneth Amoksi vandaag naar de Raad van Ministers heeft meegenomen. In de voorstellen zijn er ook enkele veranderingen opgenomen voor arrestantenvoeding. Bescherming en garantie van de mensenrechten heb ik dit jaar, en dat zal ook het vervolg zijn, een andere benadering gegeven aan de aanbesteding van arrestantenvoeding. Met name dat de mensen, de gedetineerden, goed voeding binnenkrijgen. Goede voeding, de plek waar de voeding wordt voorbereid, dat het ook hygiënisch in orde is. We hebben bijvoorbeeld de BOG ingeschakeld om ons daarbij te assisteren. We hebben adviezen gevraagd bij diëtisten ten aanzien van de samenstelling van het menu. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij zegt dat een aanbestedings- en gunningscommissie advies heeft uitgebracht over de nodige veranderingen in de arrestantenvoeding.